Vanuit de Rabo Food Forward Track gaan we op weg naar de circulaire landbouw. Met korte ketens en een goede waardeverdeling in die keten. En dat begint allemaal bij de grond. Hier in de Flevopolder gaan we een pilot doen met meerdere partijen om te kijken hoe we die grond weer vruchtbaar kunnen krijgen. Zodat ook toekomstige generaties hier tot in lengte van jaren goed kunnen boeren. Aan deze voet zit een hele boer vast. Dag Peter, dit is jouw land, hè? Ja, dat klopt. Wat verbouw je hier? Wij verbouwen boterkoet, zaaiuien, witlof, suikerbieten en wintertarwe als rustgewas. Nou, hoor je wel vaker dat in intensief gebruikte landbouwgebieden de grond moe wordt en die wordt een beetje uitgeput. Ja. Wat is het kenmerk van uitgeputte grond? De bodembeeldjes zitten eigenlijk te weinig lucht tussen, zit eigenlijk te veel water tussen, te weinig organische stof. En daardoor is het gevoelig voor extreme droogte en extreme natheid. Ja. En dat extreme weer zullen we steeds meer krijgen. Dat komt er nog eens bij, hè? Ja. Het is niet alleen wat je met die grond aan het doen bent, maar ook die hele wereld verandert. Ja. En dat komt er ook allemaal bij. Kun jij aangeven wat we moeten doen om van die uitgeputte grond weer hele goede grond te maken? Je bouwplan extensiveren. Ruime bouwplan. Meer rustgewassen in je bouwplan. Waaronder wintertarwe of een eiwitgewas. Dit is wintertarwe? Wintertarwe, ja. Wat is het voordeel? Want als je dat niet doet, dan gaat die grond achteruit. Wintertarwe, dat zaai je in de herfst. En dat staat een heel jaar lang tot rust te komen. Dus niet steeds hetzelfde. Nee. Dus wil je echt van uitgeputte grond naar gezonde grond gaan, dan heb je een langjarig traject nodig. Aan deze schoen zit een bankier vast. Dag Harm. Hoi Stefan, daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan. Dit is een beetje de grond waar jij over bankiert. En het ziet er heel vruchtbaar uit. Maar kan je me uitleggen waarom toch sommige boeren roofbouw plegen op hun eigen grond? Ja, roofbouw, inderdaad. Hè, 125.000 hectare prachtige akkerbouwgrond in Flevoland. Maar meer dan 40% daarvan zit in een pachtsysteem. Ja, een deel van de pacht zit in langjarige contracten, maar een deel ook in kortlopend. Ja, en hoe kortlopender, hoe sneller jij het geld moet verdienen om onder andere de optimale opbrengst eruit te halen. Ja. Ja, daar zit een prikkel in die niet helpt. Kan je dan meteen ook even vertellen waarom dat niet alleen slecht voor de natuur is? Want ja, voor de biodiversiteit is dat geen goede zaak. Maar ook economisch gezien. Het draait natuurlijk niet alleen om de opbrengst van vandaag of morgen, maar juist ook op de waarde op lange termijn. En het boerenbedrijf, met name generatie op generatie, de belangrijkste asset, het belangrijkste bezit is deze prachtige grond. Hier in de Flevopolder wil het Rabo Food Forward Track Team nu een coöperatie oprichten die eigenaar wordt voor de grond. Er kunnen particulieren investeren en de boeren, die kunnen lekker boeren. Maar wat lost dat eigenlijk op, Peter? Kunnen wij als agrarische ondernemer toekomstbestendig met bodem bezig zijn en gezond voedsel produceren? En Stefan? Nou, het mooie aan zo'n bodemcoöperatie is dat het ook de afstand tussen de boer en de burger verkleint. Je geeft de burger de kans om mee te investeren in zo'n bodemcoöperatie, betrokken te zijn bij de grond waar zijn of haar voedsel vandaan komt. Hoe cool is dat? Weet er nog iets? Door dit initiatief is het voor toekomstige bedrijfsopvolgers makkelijk om hun bedrijf over te nemen. Omdat het op dit moment door de hoge grondprijzen is het bijna onmogelijk. En Stefan misschien nog iets? Nou, het is ook een groot voordeel voor boeren die nu in het Natura 2000 gebied zitten, daar niet door kunnen en verplaatst willen worden. Daarbij is de bodemcoöperatie een prachtige oplossing voor het verplaatsen bijvoorbeeld van hun bedrijf naar het mooie Flevoland. En wanneer is het allemaal klaar? Ik verwacht binnen een jaar. Nou, dan blijf ik hier wachten tot het zover is. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor.